heb geen ammo meer, nee! Gold! Asset losses. What is timing? Go to ground. Timing! Oké mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we met deze klas spelen, de Sog 9mm. Dit is het eerste potje. Ik ben Wolfbullet, ik en Nick. En ja, dit zijn mijn attachments. De ELO, de Grip, Fastmax, Fastmax 1 en 2, Stok en Quickdraw. We gaan 2-10 deathmatch potjes spelen. In het eerste zonder gold. Hopelijk halen we in dit potje dan wel de golden camo. En in het tweede potje met hopelijk de golden camo. Dus we zitten nu in Fire Range. En we gaan zien wat we er aan van maken. Ik heb Fastmax 1 en 2 erop staan, omdat met 1 en 2 reload het wapen. Wat? Oké, ik was echt ongelooflijk scheef. Enemy down. En nu was die scheef. Dus Fastmax 1 en 2, dit wapen reload al. Oh, camper. Reload zo al vrij snel. Dus gewoon met 1 en 2 reload uiteraard nog veel sneller. En dat is handig, want dit wapen heeft maar 36 kools en hij schiet heel snel. Dus met... Oh nee, kom op. Oh, camper. Echt waar. Ik weet echt niet wat dat moet doen. Jouw killen, zullen we zien. Oké, daar nog een. Echt ze staan. Ah nee, nu ben ik om zijn. Nee, ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Maar haast. Wat voor campers zijn dit nu weer al? Oh. Waarom? Waarom Call of Duty Gods? Nee, ik kan niet langs hier lopen, ik ga via links lopen. Wat was ik aan het vertellen? Oh. Dit zak is ook een van de wapens met de snelste ADS time. Ah, ik kon niet healen, hè. Oh. Oh, dit zijn weer een bende campers. Maar ja, we moeten het er alsnog mee doen. Kom op, raak schiet. Goed zo. Als je ziet, door de Fastmax 2 loopt dit wapen immens snel zijn tweede. Ik ga dood. Ik ben echt scheef. Ik weet echt niet aan wat dat. Nomad kill. Volgens mij ligt het echt aan al die attachments. Giet dit ding sneller of zo? Heeft dit ding meer recoil gekregen? Dead. Daar. Hey. Oh. Hostile UAV circling. Door is een UAV. Ik zou er nu mooi op te glimmen. Enemy identified. Oh ja, skip, skip, skip. Liep ik het hele tonnetje aan? Kom op, man. Echt, ik wil zo meer snel weglopen. Loop vol in die ton aan. Oh, dat is ook weer een slimme move. Is die van de enemies? Die niet, die trasher. Geen idee. Oh. Moet hier echt zo range voor zijn. Zij dat je raak schiet. Zo. Ja, tech. Crash vrij. Hij is skill steal van dat check. Een check. Een check chopper. De attack chopper. Ze spanners. Ja. Een beetje overal eigenlijk, zo te zien. Hier links staat er ook een. Echt, de recoil patroon van dit wapen is echt zo ongelooflijk vreemd. Ik ga nog niet eens de 20 kills aan ook. Ik was al vrolijk begonnen met deze challenges. Tot ik door had van, oh shit. Dit is bijna gold, ik was... Respect, gast. Echt, wow. Maar ik had al 30 kills, dus ik moest er nog 20 met 6 attachments. Maar hoe het er nu uitziet, ga ik dat niet eens halen hoor, ik moet er nog 6. En er moet nog maar 4, 5, 9 gemaakt worden.
om het potje te eindigen. Dus de ene teammate daar gaat veel te goed met zijn snipers naast. Moet nog maar 5 kills, ik kan het zelf al niet meer. Waarom ben ik zo scheef? Echt, wat heb ik vandaag? 14 kills, ah! Zo beu! Oh, killcam met een Swordfish? De SDM. Ik weet het niet. Noemt het? De EBR, dat was het. Oh. Die killcam ziet gewoon hoort dat de enemies aan het campen waren. Oké. Even kijken hoeveel ik er effectief nog moet. En ik moest ook nog 1 bolteurst die halen. Dus... even kijken. Bijna tier up. Nice. Maar ik heb nog steeds... ik ben echt niet goed bezig vandaag. En nog 7 kills. Dus we gaan op naar het tweede potje. En daar helpen we hopelijk de Sog wel goud halen, want ik ben niet goed bezig. Maar echt niet goed bezig. Ik baal er echt van. Oga, ik zie jullie daar. Oké mensen, welkom in het tweede potje. Het is op Seaside Sunset. Sorry, ik ben echt slecht met namen. En ik heb erover gedacht toen ik dit potje aan het joinen was. Ik ben gewoon... ik ben de Sog gewoon... zonder ELO. En die Iron Sight is echt heel verschillend van de ELO. Dus het kan zijn dat ik daarom zoveel misschiet. De totaal geen scope. Gewoon. Oh my god. Oké, het is mijn sniper. Ik snap je. Ik snap je. Het is een sniper, maar. Alsjeblieft, sterf. Nee, quickscope me niet. Dat mocht niet. Oh wow, komt er een aan mijn zijkant. Dat is pijn hebben. Ik, nou ja, het was ook gewoon scheef. Ik had die even moeten killen, ik had hem even moeten nemen. Maar ja, niet veel aan te doen. Oh. Rowan, start to die. Kijk, dat zijn de Iron Sights. En dat is echt zo anders om je te schieten dan met de ELO erop. En een recoil ook. Wacht, ik ga even het recoil patroon tonen. Zie, hoe raar recoil patroon dat wel niet is. Dus het gaat eerst zo, parabolisch naar linksboven. Hoor ik daar iemand? En dan gaat hij verschuin naar rechtsboven. Dus dat is zo beu om mee te schieten, want je moet echt de tijd weten dat hij zo omslaat of je kogels gaan allemaal mis. Dus eerst moet je zo tegenemen, en dan moet je opeens zo tegenemen. Met recoil. En dat is echt beu. Het is echt een moeilijk wapen om mee te schieten. Je hebt echt heel veel skill nodig. Je moet echt goed kunnen omgaan met die recoil, want anders kun je er niet goed mee spelen. Ik heb er wel een goede potjes mee gezet, maar vandaag lukt het gelijk niet echt goed. Enemy UAV above. Hij heeft mij wel opgepakt. Wauw. Disruptor going out. Nee, maar niet quick, dank je. Echt, mensen in alle colleges zijn echt veel te goed met snipers. Echt niet normaal. Ja, daar staat hij weer. Erf, dank je. Welke kant hij niet zo goed sniper kan ook, hè? Probeer het gewoon. Echt respect, probeer het normaal sinds. Snipen is echt niet makkelijk. Ik ben de enemies kwijt. Die zit er van alle wat ik zeg, staat er een voor mij. Ik snap echt niet waarom we elk andere persoon mij zo snel killt. Ik ben echt scheef als een knetter. Ik weet echt niet hoe dat komt dat ik zo slecht schiet vandaag. Gisteren hebben we nogthans zo goed gespeeld en nu dit. Ik snap het echt niet. Ja, daar schiet ik aan, maar als er een voor mij staat die echt terugschiet. Ja, yeah, want hebben... ah, purple hex. Welke was dat? Oké, nee, we zijn een rot wel. Oh. Nee, ik kan ook wel skippen. Bringing disruptor on. Spawn hier. Oké, skip. Met die mees.
Hier ga ik. Elke HP kunnen maar gebruiken. Dat is enemy snipe. What? Enemy snipers nest. Dat ik helemaal niet door zou. Dit is nu net spamflip, echt waar. Ik ga hem niet killen, snijpers. Het is cool dat hij achter mij aankomt. Ik weet niet eens de kans wat dat hij mee heeft. Lopen, 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 lopen. Kom op, met een kwartje. Oh, nu heeft hij me wel. Ah, hij kan het wel. Kan het. Welke enemy gaat er dan zo goed? Oh, wat? Waarom moet ik weer tegen een precies monster spelen? Of is dat een van die vele campers? Oké, echt gewoon niet door het midden lopen met het wapen, dat gaat niet. Ik niet met deze campers. Gast, 22-0 zeg ik, om 1. Dus die monster 100 en wat voor no-lifers zijn het dan wel niet? En mensen die nu al precies monster zijn, respect, maar hoe? Wat? Waar wil je daarmee jullie leven om nu op te zijn? Monster te zijn, echt. Located threat. Nee. Wat? De Vigo's? Northern Manny. Wie is dat? We zien als ik hem tegenkom zeker. Als een van ons zo'n dikke camper is en met oh my god. Hij gaat eraan. Ik ga elke keer naar zijn campplaats lopen en hem killen. Ik moet wel eens tegenkomen dan. Ik ben mijn acoustic sense zo gewoon, dus ik heb nu die sixth sense dingetje niet meer. Oké, is dus weer een sniper nest gehaald. Dit is echt zo'n vuile spot. Erf. Reload. Oh my god. Oh nee. No, maar ja. Wie is dat dan? Welk wapen gebruikt die gast? Ik ga even de sniper. Commencing system intrusion. Oh, destroyer, dat gaat ook. Enemy UAV above. Injecting data packets. UAV, je gaat er toen niks aan. Hopelijk kan het. Ja. Oh. Wie is die Northern Nanny dan? Of dat hij noemt. We zijn een van die campers ook niet kan killen. Kan wel. Dat ik er niet bij raak. Ik zie wel weer een campertje zitten. Ik niet, man. Hij komt weer langs stieren. Surprise! Ruin expired. Dacht het niet. Ha! Outplayed. Ik ben in campertjes. Maar nu is er. Oké. Okay. Nee, dat is hem dus niet. Wie is hier nog? Ik heb geen ammo meer, nee! Gold! Asset loss is what is timing? Go to ground. Timing! Goed, die was net afgelopen. Daar is hij met die. Ah, dat is die gast met die zorg dat mij de hele tijd kilde. Die was wel echt goed. Die was goed. Die was dat een of andere. Ah, hij kan altijd een camper zijn en daar niet van. Die gast was echt goed. Zit hij er nog in? Ja. Ik ben aan het einde van het potje niet meer tegengekomen. Maar jij liep hij de hele tijd over de rechter op de. Voor ons. Ja. De ding met die gangetjes en die tonnetjes en die wijn en al. Waarschijnlijk liep hij de hele tijd daardoor, want ik liep de hele tijd over de rechterkant nu en ik heb hem daar geen enkele keer gezien. Echt, hoe hard moet je het timen? Holy damn. Wel tier up, though. Nice. De golden camo voor de song. Bijna 34 al.
Ik ga wel hard met de levels. Moet ik wel zijn, ik ben al precies 3 ziek, ja. Of 33. Ik vind echt dat ik hard ga met de levels. Oké, ik ga dan even aan jullie tonen welke klas ik normaal gebruik. Kijk, dit is mijn... Allee, ja. Dan, oh. Ik moet niet op de verkeerde knopjes klikken. Scavenger... Oh, nee. 1. Daar. Death Silence. En Gunho. Jullie even deze beest... Oh, ik moet wel even de gold camo erop zetten. Prachtig. Ziet er goed uit. Oké, dus ja, hier grip voor dus dat irritant recoil patroon, want als je grip er niet op hebt, dus je zag daarnet, nou, ik ga het tekenen zodat het voor jullie goed is. Dus voor jullie, allee, ja, zie je dan. Het recoil patroon, ik heb het plakken. Het recoil patroon liep dus zo, en dan schuin naar boven, een beetje, of meer, ja, het is heel klein beetje schuin naar boven. Allee, ja, rechtsboven. Maar met grip heb je nog steeds juist hetzelfde. Alleen is het dan gewoon wat kleiner. Dus hetgeen dat jullie daarnet zagen op de muur. Dat een beetje uittrekken. En dat is het recoil patroon eigenlijk zonder grip. Het is nog steeds een heel skill-based recoil patroon, maar oké. En dit is dus de SOC. Snel fire rate. Streefwapen dus. Dus vandaar Gunho. Dit wapen ADS al heel snel. Ik heb gehoord dat het een van de snelste ADS'en de wapens is, zelf in this game. Dus met Gunho kunnen zelf, nadat je hebt gesprint, nog sneller ADS'en. Dat je echt een heel groot voordeel kan geven. Daarnaast heb ik nog Fastmax erop staan, gewoon zodat hij nog... ik vind persoonlijk met die 36 kogels, had ik wel nog vaak dat ik zo out of ammo was en dat ik niet op tijd kon reloaden om hem te killen. Dus vandaar dat ik Fastmax op heb gezet, maar... Dat hij eigenlijk al heel snel reload. Kunt je, als je echt 1-op-1 gunfights beter wil winnen, of ja, nog sneller wil winnen, kun je het veranderen door quickdraw, zodat je nog echt zo kunt ADS'en. Waardoor dat dan ja, nog een groter advantage hebt, omdat je veel sneller al je kogels naar één punt kunt centreren. En dan nog stok om nog toch net iets sneller te kunnen bewegen. Zodat je ja. Normaal gezien krijg je dan ook een beetje een advantage in de één op één gevechten, omdat je dan veel moeilijker te raken bent, zeker als je loopt, want als je stok hebt en je staat stil en schiet hij er alsnog niet veel aan. Maar ik ben altijd echt enorm gewoon om te schieten en terwijl zo mijn aim te verbeteren en dan hiermee te aimen. Maar... Dit is wat ik gebruik. Jullie kunnen ja, jullie eigen dingen gebruiken. Bijvoorbeeld stok ervan halen en nog quick draw erop zetten. Moet je allemaal zelf weten. Mij lukt het wel nog goed met deze class setup. Dus ja. We hebben nou eindelijk goud. Dus ja. Ik bedank jullie voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Echt die timing van wanneer dat we een goud halen was echt gewoon perfect. Dichter bij het einde ging gewoon bijna niet, want ik haalde het en het potje was gedaan. Dus dat was echt geweldig. Dus ja, ik bedank je voor het kijken. Vergeet niet te liken en subscriben. En dan zie ik jullie in de volgende video of livestream. Peace.